hebben we nu paard nummer 1. Een paard wat wat edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Iets meer halslengte mocht hebben. En ook paard wat iets neerwaarts is gebouwd. Het paard heeft wel een hele sterke bovenlijn. Kruis is voldoende lang. Het paard heeft voldoende kwaliteit in zijn benen. De stap was eerst wat afgepast, maar later werd hij ruimer en krachtiger. Een ruime stap met een goed krachtig achterbeen. In draf blijft hij iets neerwaarts, maar hij zet wel het achterbeen heel goed onder het lichaam. Ook met een goed, het voorbeen zou iets meer uitgelegd kunnen worden, maar door zijn sterke achterbeen en door zijn sterke bovenbouw wordt dit paard vandaag sterk met een tweede premie. Dan hierbij de uitslag van nummer 2. Een paard wat wat edeler in zijn hoofd zou kunnen. De hals is voldoende verticaal gesteld. Goede schouderligging. In de bovenlijn de rug en kruislenden aansluiting zou iets sterker kunnen. Het kruis is een beetje hellend. De
Mijnwerk is voldoende van kwaliteit, zou iets beter gesteld mogen zijn, is een beetje samenbenig. En ook werd week gekoot. De stap was voldoende ruim, maar zou iets meer door zijn lichaam kunnen stappen. In draf had hij een goed zweefmoment, maar het achterbeen zou toch wel iets meer onder het lichaam kunnen worden gezet. Meer tot draging kunnen komen. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Of nummer 2 is een studboek met een third premie. Dan hier de uitslag van nummer 3. Een paard met een voldoende sprekende hoofd, een beetje horizontale hals, wat stijl in zijn schouder,
Een goede, sterke bovenlijn. Kruis is iets kort en iets hellend. Het paard is ook een beetje onderstandig. De stap was ruim en krachtig. Een goede stap. In draf was hij wat op de voorhand. Dan zou het achterbeen iets meer onder het lichaam kunnen zetten en ook iets meer zweefmoment moeten hebben. Maar het paard heeft helaas wat stekelharig op zijn neus, niet toegestane aftekeningen, dus we kunnen hem niet, helaas niet opnemen in het stamboek. Dus het paard blijft veulenboek. The results of number 3 is not accepted in the stud-book because white hairs was not allowed. Hier bij het resultaat van nummer 4. Paard met een voldoende sprekend hoofd. Zou iets rijker in zijn hals mogen zijn. Ook wat meer halslengte mogen hebben. Ook in de
Bovenlijn zien we graag wat meer bespiering. Het kruisje is een beetje hellend. Het schof zou iets mooier door kunnen lopen in de rug. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap zou wat meer tak kunnen vertonen en wat meer ruimte. In draf maakt het paard zich heel mooi, maakt hij veel front. Een goed voorbeengebruik, maar het achterbeen zou dan toch ook weer iets meer het voorbeen kunnen verdrijven, meer onder het lichaam kunnen worden geplaatst. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Toen heel het op het zag je ze reden. The results of number 4, we accepted her in the stud book with a third premie. Bij het resultaat van nummer 5, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, voldoende halslengte heeft, die iets horizontaal is gesteld. In de bovenlijn zouden we hem ook graag iets sterker zien. Voldoende kruislengte, het beenwerk zou iets droger kunnen zijn en mag ook iets beter
gesteld zijn. Het paard is nogal toontredend. De stap zouden we graag wat ruimer en wat krachtiger zien. Ook wat meer takt erin. In draf maakt het paard zich heel mooi. Hij heeft veel zweefmoment. Hij zet het achterbeen goed onder het lichaam. En een goed voorbeengebruik. Dit paard wordt daardoor ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Results from number 5. We accepted her in the studbook with a third premie. Nummer 6. Een paard met veel front. Zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Heeft een beetje een recht neusprofiel. Het schoft ligt er ruim in. Is goed een lang doorlopend schoft. Dan komen we met de rug. Dat zou sterker mogen zijn. En vooral het kruis lenden voor een 3-jarig paard moet toch veel sterker zijn. Het kruis is een beetje hellend. Het voorbeen is een beetje hal gesteld. Het achterbeen is goed voor kwaliteit, droog en hard. De stap
was hier en daar wat kwetsbaar, zou wat ruimer kunnen zijn en wat krachtiger. In draf maakte hij heel veel front, goed voorbeengebruik, maar het ruggebruik misten we een beetje. En het achterbeen zou dan ook meer onder het lichaam geplaatst moeten worden. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek vanwege veel front en een veel ras krijgt het paard en een goede draf krijgt het paard een derde premie. Number 6, we accepted her in the studbook with a third premie. Dan hierbij het resultaat van nummer 7. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Een beetje zwaar in zijn hals, die wel voldoende verticaal is gesteld. De rug is voldoende sterk. Hij is een beetje strak op zijn lenden. Dat zie je ook weer terug in zijn bewegingen. Het kruis is ietsje hellend. Het voorbeen is voldoende verlengte, is een beetje hol. Het achterbeen is wat gehoekt, de stap was ruim, maar zou iets meer activiteit kunnen vertonen. In draf, dan zie je die strakke lenden een beetje terug. Het voorbeen wordt voldoende weggezet, alleen het achterbeen komt er niet goed onder. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie, vanwege zijn goede ruime stap.
from number 7. We accepted her in the stud book with the 3rd preemie. Het resultaat van nummer 8. Een paard met veel front, ietsje onderhals, een hals die verticaal is gesteld. Schouder ligt er goed in, goed schuin schouder, goede sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend, maar wel voldoende van lengte. In het voorbeen zie je graag iets meer lengte. Achterbeen is goed gesteld, de stap was voldoende ruim, zou iets meer spronggebruik kunnen hebben. In draf maakt hij veel front, goed voorbeengebruik. Hij zou iets opwaartser mogen draven, maar hij heeft over de benen veel ruimte en veel zweefmoment. Vandaar dat we dit paard opnemen in het stamboek. Ster met een 2e preemie. So we accepted number 8 in the studbook, Star with the 2nd preemie.
het resultaat van nummer 9. Een paard met een heel edel hoofd. Zou iets meer nek kunnen hebben, maar een goede gestelde verticale hals. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is ietsje hellend. In het beenwerk zouden we het linker voorbeen toch wel iets correcter gesteld willen hebben. De stap was ruim. Goed door het lichaam gestapt. Met veel veer. En in draf maakt het paard zich heel mooi. Hij heeft een draf die heel goed in balans is. Ook veel zweefmoment. Komt goed van de vloer. De paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster verklaard. Hij krijgt een eerste premie. We accepted it in the studbook, star with a first premie. Hierbij het resultaat van nummer 10. Een paard wat iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Voldoende halslengte heeft die ook goed verticaal gesteld is. Voldoende nek. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruisje zou iets meer lengte kunnen hebben. Ook het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. De stap was kort. Hij zou meer souplesse moeten vertonen. In draf waardeert het paard zich erg op. Hij heeft veel ruimte in zijn draf, maakt veel front,
Ook het achterbeen wordt er goed onder gezet. Vanwege een goede draf wordt dit paard opgenomen in het stamboek met een derde premie. Results from number 10 is studbook with the third premie.
Dan hierbij de uitslag van nummer 11. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer nek kunnen hebben. Voldoende halslengte. Een hele sterke bovenlijn. Een lang recht kruis erin. Heeft voldoende lengte in zijn voorbenen. Is een licht sabelbenig. In de stap, we hebben hem even wat meer tijd gegeven om te stappen. De stap was voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf maakt dit paard zich heel mooi. Heeft een goed voorbeen gebruik. Zet het voorbeen ook heel ver weg. En het achterbeen komt er goed onder. Vandaar dat we dit paard vandaag opnemen in het stamboek Ster met een tweede premie. From number 11 is Studbook Star with a second premie. Het resultaat van nummer 19. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft voldoende halslengte. Ietsje onderhals. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Maar het is al een oudere merrie. Dus het wordt hem niet heel zwaar aangerekend. Het kruis is voldoende van lengte. Ook het voorbeen is goed gesteld. Onder het lichaam. Het achterbeen is licht gehoekt. De stand van de voorbenen is behoorlijk toontredend. De stap was ruim en krachtig. En ook in de draf maakt dit paard zich heel mooi. Heeft een goed achterbeengebruik en ook een goed voorbeengebruik. Veel zweefmoment. Maar de stand van het voorbeen is te toontredend voor een eerste premie. Dus geen aanwijzing.
results from number 19 is no invitation for the second view because the front legs are too turning in. En hierbij de uitslag van nummer 20. Een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals heeft, een goede schouderligging heeft, voldoende sterk in de rug, sterk op de lendenen, heeft een lang kruis, ook een lang goed gesteld voorbeen. Ook het achterbeen staat er goed onder, het is geen sabelbenig, het is, staat goed. Een paard wat in stap vandaag wel iets meer ruimte zou kunnen hebben en ook iets krachtiger zou kunnen stappen. Ook in draf maakt hij voldoende front, heeft een goed voorbeengebruik, maar het achterbeen zou toch iets meer kunnen sluiten. Het is een hele mooie kroonmerrie. Voor een eerste premie zou je vandaag iets meer beweging moeten laten zien. Maar toch wel een hele goede kroonmerrie. Gefeliciteerd met deze kroonmerrie. Number 20, no invitation for the second round. The movements has to be better for the first premium.
bij de uitslag van nummer 12. Paard met een edel hoofd. Veel halslengte heeft. De hals zou iets verticaler gesteld kunnen zijn. Schouder is ietsje stijl. Sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Het voorbeen staat, is iets hal. Een goed achterbeen staat er goed onder. De stap zou ruimer en krachtiger kunnen. Ook meer, iets meer tact kunnen hebben. In draf zou het paard ook meer front moeten maken en het achterbeen meer onder het lichaam kunnen zetten. Het paard is opgenomen in het stamboek en vandaag ook niet premiewaardig vanwege een stap die zuiverder zou moeten zijn en ruimer moeten zijn. Nummer 12 is, was already studbook. No premium today.
uitslag van nummer 13. Een paard met een edelhoofd. Veel halslengte, die ook verticaal gesteld is. De rug zou ietsje sterker kunnen zijn. De kruis is ook een beetje afhellend. De stap was voldoende ruim en voldoende krachtig. In draf maakt dit paard zich heel mooi. Hij heeft een goed achterbeengebruik. Het zet het voorbeen ook goed weg. Paard krijgt vandaag zijn eerste premie. Number 13 is a first premie and an invitation for the second round. Nummer 14, paard met een edel hoofd, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Voldoende halslengte, iets onder hals, sterke bovenlijn, het kruis is wat kort en hellend. Zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het beenwerk is hard en droog, goede kwaliteit in de benen. De stap zou meer ruimte kunnen hebben, maar ook meer kracht kunnen hebben. In draf waardeert het paard zich op. Heeft een goed achterbeengebruik en ook een goed zweefmoment. Voor een eerste premie zou het paard iets beter moeten stappen, iets resoluter moeten stappen en ook meer ruimte moeten hebben. Het is een leuke stermerrie, dus geen uitnodiging.
results from number 40. It's a nice star mare, but no invitation for the second round because the walk was not good enough. Nummer 15, paard ook met een edel hoofd, voldoende halslengte, die ook goed gesteld is, met de schouder is ietsje stijl. De rug zou iets meer bespiering mogen hebben, maar goed, het vullen, er loopt ook nog een veulen bij, dus daar hebben we rekening mee gehouden. Het kruisje is een beetje hellend. Het paard heeft voldoende harde benen, goed beenwerk. De stap zou ruimer kunnen zijn en ook meer moeten doortreden. En in draf maakt het paard zich mooi, maar het achterbeen zou toch iets meer onder het lichaam moeten voor een eerste premie. Het paard is een mooie luxe stermerrie. Voor een eerste premie zien we toch een iets betere stap graag en een iets minder hellend kruis. Leuke stermerrie, maar geen uitnodiging. There's no invitation for the second round because the walk has to be more room and the group is a little bit sloping.
Nummer 16. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Een hals die een beetje horizontaal is. Goede schouderlichting. Een sterke bovenlijn. Paard een beetje hellend in het kruis is. Een voldoende lengte in zijn voorbeen heeft. Het achterbeen is iets sabelbenig gesteld. In stap zou het paard iets meer tact kunnen laten zien. Iets meer ruimte. In draf heeft het paard voldoende houding. Maar het achterbeen zou iets meer onder het lichaam kunnen gaan. Een leuke stermerrie, maar voor een eerste premie zien we graag een iets meer stap en ook een iets gedragende draf. No invitation for a second round because the walk has to be more tact and the trot has to be more stronger behind leg to have. Resultaat van nummer 17. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen. Veel halslengte heeft, die ook goed verticaal gesteld is. Schouderlegging is goed. Ook zijn rug, kruislendenen zijn sterk aangesloten. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard heeft in stap wel eens moeite met de takt. Zou ruimer moeten stappen. In draf heeft hij voldoende oprichting. Zou iets meer souplesse kunnen vertonen. Het is een leuke stermerrie, maar voor een eerste premie willen we toch een betere stap zien. Results of number 17.
It's a nice tall mare. A lot of racial type. But the walk was not sufficient enough for first premium, so no invitation for the second round. Dat schudt hij zo even uit zijn mouw, hè? Laat lopen, hè? Oh. Oh. Nummer 18. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen. Voldoende halslengte heeft, die iets diep uit zijn borst komt. Sterke bovenlijn. Lang kruis. Voorbeen zou iets meer lengte kunnen hebben. Kwaliteit van het achterbeen. Hadden we liever iets harder gezien. De stap is voldoende ruim en krachtig. Heeft af en toe wat taktfouten. In draf gaat hij mooi zitten. Heeft hij een goed voorbeengebruik en ook een heel sterk achterbeengebruik. Kwaliteit beenwerk staat een eerste premie in de weg. Een leuke stermerrie. Number 18, it's no invitation for the second round. It's a good horse with good movements, but the quality of the legs has to be better for a first premium.
23, Menno. Paard met veel rastypen, veel behang, klein hoofdje. Voldoende halslengte, die ook verticaal gesteld is. Sterke bovenlijn, zou hij misschien ietsje meer rek in zijn lichaam kunnen hebben. Kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Goede voorbeenstand, achterbeenstand is ook voldoende goed. De stap was voldoende van lengte, lekker door zijn lichaam lekker door het lijf gestapt. In draf, en de goede momenten had hij veel zweefmoment en ook de voldoende oprichting. Deze hengst wordt vandaag ster. Toppie. 23 is a star stallion today. Normaal, hè? Zo, 24, paard met een wel een redelijke moeilijke naam, vind ik, maar paard wat edel in het hoofd is, voldoende halslengte heeft, een goede sterke bovenlijn. Kruisjes, voldoende van lengte, goed hard en droog beenwerk. De stap zou iets meer ruimte kunnen hebben, ook iets krachtiger kunnen zijn. Maar de draf daarentegen uit het boekje. Veel zweefmoment, veel ruimte, veel houding. Hij heeft een 9 voor de draf gekregen. Dit paard wordt vandaag ook ster verklaard. Veulenboek ster. Hey.
it's a very nice racial type, good back and a good grip. The walk was a little bit good, a little bit rumor, but the trot was very, very good. It's a 9 for the trot, so we start today. Voor de kroonverklaring dan is het zo dat de bewegingen niet meer kunnen compenseren voor bouw en beenwerk en ras. Nummer 9, een hele luxe merrie. Merrie met veel kwaliteiten. Een fijn hoofdje, goede halsstand. En de rug zouden we misschien ietsje sterker willen zien. De stap en de draf
waren deze ronde toch iets minder als dat we ze vanmorgen hebben gezien. Maar de stand van het voorbeen zouden we toch wel graag correcter zien. En voor een kroonmerrie moet ik correct beenwerk hebben. Dus vandaag geen kroon, wel een hele mooie eerste premiummerrie. Number 9 is not a sufficient crown today because the stand of the four legs are too tuning in for a crown mare. Nummer 13. Ook een
paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, voldoende halslengte heeft en ook een eerste premiewaardig exterieur heeft. De stap zouden we toch graag wat ruimer willen zien. Ook de IBOP cijfers hebben 7 hebben we meegenomen. 7,5 voor draf. Dan schiet het paard voor kroon. Merry deze keer iets te kort voor kroon. Een leuke eerste premie Merry. Maar kroon Merry, dan willen we toch iets sterkere bewegingen zien. Number 13 was not sufficient crown because the movements are not good enough for a crown mare. Well, for a first premium was it a nice first premium mare, but the movements for crown has to be better. Dan wil ik, dit was dus het laatste paard vandaag in de baan.